Simone van Libelle. En ik ben klaar om naar de redactie te gaan. Het is maandagochtend. Maar niet voordat ik een glas water met appelazijn heb gedronken. Ik heb namelijk gelezen dat het heel goed is voor je gezondheid. Nu drink ik eigenlijk al elke ochtend een glas heet water met citroen. Meestal een half citroen en als ik er echt zin in heb, pers ik een hele citroen uit. Dat drink ik op, best wel zuur. Maar nu las ik dat appelazijn, maakt niet heel veel uit van welk merk, heel veel gezondheidsvoordelen op kan leveren. Het zou onder andere kunnen helpen bij afvallen. Nou is dat bij mij niet nodig, maar toch leuk om te testen en te kijken of het werkt. Het zou zorgen voor glanzend haar, nou altijd fijn, mooie huid. Het zou ervoor zorgen dat je gedurende de dag minder last hebt van een hongergevoel. Het zou helpen bij het verteren van zetmelen. Nou, noem maar op. Het internet staat er helemaal vol van. En ik ben gewoon heel erg benieuwd of het werkt. Dus ik ga een maand lang elke ochtend beginnen met een glas water met minimaal 2 eetlepels appelazijn. Ik ben heel erg benieuwd. En ik ga jullie natuurlijk meenemen in mijn proces. En ik ga jullie vertellen wat het met me doet en of het überhaupt iets met me doet. Want ik ben wel heel erg benieuwd. Oh. Poeh. Is wel heftig. Good morning. Ik ben weer klaar om naar de redactie te gaan. Maar natuurlijk niet voordat ik mijn glas appelazijn met water heb gedronken. Tadaan. En jullie zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het nu gaat. En of ik al iets merk van de gezondheidsvoordelen. Nou, ik ben nu 2 weken bezig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een beetje bang begin te worden voor mijn tanden. Azijn is natuurlijk heel erg zuur. En ik las ook op echt verschillende websites dat je na het drinken van zo'n glas goed je mond moet naspoelen met gewoon water. Dus ik probeer het nu heel goed te doen. En af en toe drink ik het ook uit een rietje om mijn tanden een beetje te beschermen. Tot nu toe, na 2 weken, nog niet heel veel verschil. Nou, mijn maand lang elke ochtend appelazijn drinken zit erop. En eerlijk gezegd ben ik er ook wel een beetje klaar mee. Ja, de resultaten, daar zijn natuurlijk heel benieuwd naar. Wat betreft die zoete trek en überhaupt snack trek tussendoor, dat is niet minder geworden door de appelazijn. Mijn huid en mijn haar zien er wel goed uit. En minpuntje, ik heb op een van mijn voortanden een klein plekje ontdekt. En het zou wel kunnen dat het met het appelazijn te maken heeft. Oh, dat is mijn kat. Mijn kat die wil ook eten. Ik heb het natuurlijk veel te druk elke keer met die appelazijn. Dus ja, dat is mijn conclusie van de appelazijn challenge. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Dus laat vooral even een reactie achter onder de Facebook post. Ik hoor het heel graag. Ik ben super benieuwd.